Zo. Hé. Kijk, het is natuurlijk bekend dat ik hou van dingen met wielen. Dus ook de fiets. Maar vooral auto's en alles eigenlijk wat hard, snel en met veel pk en vermogen kan voortbewegen. Ik sta nu op de N229 van Koten naar Wijk bij Duurstede. En hier heb je dus een N-weg en een ventweg. En nee, is het een beetje gedoe, want het is natuurlijk als er verkeer is, is het gedonder. Wie moet er nou hier rijden en wie moet er nou daar rijden? Auto's is duidelijk, die moeten daar rijden. Fietsers, die rijden hier. Maar trekkers, die moeten eigenlijk ook hier rijden. Maar ja, je kunt je voorstellen, grote groepen met fietsers, kinderen die naar school toe gaan en enorme trekkers, die moeten hier ook langs. Dat kan wel eens leiden tot een middelvingertje hier en daar naar elkaar opgestoken. Dan ga ik naar bij boer Nico van der Horst langs. Die heeft er bijna dagelijks te maken met dit probleem. En hij zegt, ja, die trekkers die moeten eigenlijk gewoon op die weg. Maar van de Nederlandse overheid mogen landbouwvoertuigen helemaal niet op een N-weg of een provinciale weg. Dus hoe lossen we dit nou weer op? Ik ga eens even praten met Nick, maar misschien heeft hij daar wel ideeën over. Hopsa. Hey, hallo. Hey Nick. Ik ben Nick. Hallo. Hey, ik ben Edo. Hoi Edo. Zeg, ik begrijp dus eigenlijk Nick, dat jij liever zeg maar met volle vaart over de provinciale weg dendert met je trekker dan dat je over de ventweggetje moet. Nou, dat is wel heel recht door zee. Klopt het niet wat ik zeg? Nou, wij vinden het onveilig om tussen de fietsers te rijden met het landbouwverkeer. Maar Nick, is die ventweg, is die dan niet breed genoeg? Dat je daar gewoon, dat de fietsers daar kunnen fietsen. Dat jij met je trekkertje gewoon een beetje er langs kan. Is dat dan zo moeilijk? Nou, het landbouwverkeer mag gewoon 3 meter breed zijn tegenwoordig. Dus er is eigenlijk te weinig plek? Is dat het enige probleem? Ja, het is de combinatie met de snelheid. Wij blijven ook niet in de tijd van Ot en Sien hangen. Hè? Dat we met de paard en wagen. Maar wij willen ook, ook een keer zondag houden en ook een keer op tijd klaar zijn. En, dus onze machines worden ook groter en sneller. Maar... Dus je bedoelt eigenlijk te zeggen dat fietsers te langzaam zijn in vergelijking weer met de trekkers die er ook moeten rijden. Dus dat je door die twee verschillende snelheden ook al eerder elkaar tegenkomt en problemen krijgt. Het is de kwetsbaarheid van de fietser en tegenover het landbouwverkeer. Ja, want de landbouwverkeer gaat niet snel stuk van een aanrijding, nee, maar de fietser wel. Precies. Ja, nou dat. Ah, ja. Dus veiligheid vooral ook. Ja, ja, daar gaat het ons om. De veiligheid van de fietser, ja, inderdaad. Ah, dus niet de snelheid, maar dat iedereen veilig thuis komt of naar school. Om de veiligheid, jazeker. Zeg, om nou dit probleem echt duidelijk in beeld te kunnen brengen, als volwaardig journalist, heb ik dan wel het idee dat voor mij heel belangrijk is dat ik even met die trekker zelf rij, om dan te ervaren hoe dat is, dat het gevaarlijk kan zijn. Hier zo, de trap op. Oh. Goed geveerde stoel, man. Oh, het stuur gaat heel licht, hè? Hydraulisch, hè? Oh ja, dit is de snelle en de langzame versnelling. Dat kan ik me nog wel herinneren van ooit eerder. Ja? En dan met deze knopjes, of met deze, ga je hier omhoog schakelen. En we gaan wegrijden in zijn 9. Ja. Echt waar? Zo. We staan nog op zijn handrem. Ja, die zit hier onder ons. Ja, die gaat eraf. Maar die bocht die kunnen wij niet maken, nee, denk ik. Oh, zei je al. Er komt een hele scherpe bocht aan. En oké, dan gaan we weer terug en dan gaan we naar zijn achteruit. Het is er vrij. Achteruit, ja. En dan moeten we natuurlijk ook weer achteruit. Ja. Rustig op laten komen. Je hebt hele grote spiegels, hè? Ja. Ai, super. Huppakeetje. En dan kunnen we zo de handrem weer aan. Top, top, top. En de radio is ook aan. Nog even verder terug. Ja, luister radio uit. Top zeg. Kun je me nou eens laten zien, gaan we een stukje rijden, van waar die knelpunten zitten? Ja, met alle plezier. Nou, en dan stel ik voor dat jij even rijdt. Ja, want met die we er even uit, goed. Grasmaaien misschien. Nee, maar kom maar. Ja. Nee, kom maar zitten. Nee joh, dat past niet.
pas niet. Ik pas overal in, man. Kijk, wat je net dus heel goed zag, is dat als Nick die ventweg opdraait vanaf de rotonde af, hier deze ventweg op, waar het fietspad is, dan maait hij met die hele voorkant, maait hij dus niet alleen het gras omver, maar ook elke andere willekeurige fietser of voorbijganger, die is zijn knietjes kwijt. Oh nee, hè. Bijna gereden. Kijk, zo met die trekker, man. Moet even uitkijken met die trekker, man. Ik kom toch aan. Je ziet mij te fietsen, jongen. Ik word bijna kapot gemaaid. En jij moet ook even de camera. Hey, en dan zei je net, daar had je ook nog land. Ja. Maar dat is aan de andere kant van Koten. Ja. Dus dan moet je over die provinciale weg. Nee, hier boven die provinciale weg mogen we dus niet. En daar gaat het juist. Oh, je mag, daar mag je niet. Nee, daar mogen we niet heen. Dan moeten we dwars door het dorp. Oké. Ja. Here we come, met de trekker door het dorp. Dan eerst wachten tot je tegenlichten krijgt. Kijk maar. Waar je erdoor. Ja. Hupsakeetjes. Ja hoor. Nou, het is gelukt. Maar hoor. Nee, we zijn er nu. Oh, we zijn er. Kijk. Verkeer van rechts heeft nog steeds voorrang hier. Ja, dan komt er even rechts. Stoppen. Ja. Nou, we nemen voorrang. Bedankt, man. Helemaal top. Denk je dat het is een lesauto, die is gezakt. Maar goed, dit was Koten dan. Daar hebben we toch een slordige 38 uur over gedaan. Dat was wel mooi, hè, voor je? Ons dorp. Hoi. Ik heb ook meteen de neiging om iedereen te begroeten. Dat doe ik ook altijd, ja. Hoi. Wij zouden het liefst gewoon hier met de provinciale weg zo... Dan hoeven we heel dat dorp niet door, dat we net gezien hebben. Precies. Maar over hoeveel tientallen kilometers gaat dit stuk dan? Ik denk rond de 1100 meter, daar gaat het om. 1100 meter weg? 1100 meter weg. En daar zou jij graag gewoon willen rijden? Ja. Om de bewoners van Koten te ontzien en de andere weggebruikers? En dan is eigenlijk het probleem opgelost voor jou. Ja, zo makkelijk is het. En er loopt ook nog een busbaan, dus die kan je dan gebruiken op de terugweg, denk jij? Ja, bijvoorbeeld. Maar... Dan krijg je natuurlijk de automobilisten, waarvan ik er ook een ben. En dan denk ik, ah man, dan moet ik achter zo'n trekker blijven hangen. Moet ik dan 25 kilometer per uur rijden, omdat er zo'n boer, die moet dan weer zo nodig naar zijn land. Dan krijg je dat. Het is de keuze, of één autominuut langer op die 1100 meter, of tussen de fietsers of door het dorp met alle risico's van dien. Met kinderen en fietsers en omertjes op de fiets. Ja. En omdraaien is ook geen optie, dus alle gewone auto's door het dorp en dan de landbouwvoertuigen over deze weg. Dat kan ook nog. Ja, denk ik op zich een leuk idee. Maar dan worden de bewoners ook niet blij van een automobilist ook niet. Nee, dat is het probleem. Het is provinciale weg. Dus de provincie gaat over die weg. En... Want als het aan de gemeente gelegen had, was het al lang realiteit. Ja? Ja. Oh, dus het is ook nog een politiek spelletje van de verschillende diplomatieke mannetjes en vrouwtjes die moeten beslissen. Ja. Oh, jongens. Zowel de standsorganisatie van de boeren, de LTO, samen met de Cumula, samen met de Fietsersbond, samen met de Dorpsplatform, samen met de gemeente, hebben een brief geschreven naar de provincie om dit nogmaals aan de kaak te stellen. En de provincie moet de keuze maken, trekkers tussen de auto's of trekkers tussen de fietsers. En dan zeggen ze, nu is er nog nooit wat gebeurd. Ik weet de oplossing. Er moet gewoon een soort luchtbrug komen, voor alleen voor trekkers. Dan leggen ze gewoon een heel nieuwe weg aan, waar dan gewoon 5 meter de lucht in, eigenlijk over het probleem heen. Ja. Of over of voor auto's. Ja, dat kan ook nog, dat maakt dan niet uit. Of een tunnel voor of fietsers. Dan heet geen auto meer, maar een helikopter geloof ik niet. Ja, dat kan ook nog. Maar ik bedoel meer een soort heel lang viaduct. Meneer, mag ik u even iets vragen? Dag, hallo. Dag, ik ben Edo van RTV Utrecht. Hallo. Ik had een vraag over dit fietspad en de ventwegen hier rondom Koten. Ja. Heeft u ook veel last van landbouwverkeer?
Ja, dat landbouwverkeer dat rijdt op de parallelwegen. Daar ben ik het eigenlijk wel mee eens. Want, u bent het mee eens dat ze daar rijden? Ja, dat ze daar rijden, ja. Ik heb er geen last van als fietser. Je kan gewoon netjes oppassen. Ik vind dat de tractoren zelf, de bestuurders, wat meer moeten oppassen. En ik wil ze niet op de provinciale weg. Want, waarom niet dan? Ja, die houden zo op. Hoezo houdt dat op dan? Je zal ook een filmpje laten zien van hoe ik laatst reed. Dat heb ik op mijn telefoon. Nou, dat wil ik wel eens even zien, ja. Ik vind het wel heel mooi dat u toevallig dat dan bij u heeft. Het is om 7:50 ochtends, dan zie ik een file. Ja, dan zie ik de Romulus rijk uit en dan is het al hartstikke druk op de weg. Nou, dan moet je er toch niet aan denken dat er nog een tractor tussendoor rijdt. Waardoor als het toch al niet rijdt, dan maakt het eigenlijk niet uit. Maar wat je ook nog krijgt, is dat je inhaalmanoeuvres krijgt. Mag je hier inhalen dan? Je mag hier niet inhalen. Dus eigenlijk mogen ze dat gewoon helemaal niet doen. Als hij zich gewoon een beetje aan de snelheid houdt en rekening houdt met de fietsers, is het probleem ook opgelost. Hebben jullie heel veel last van landbouwtrekkers en voertuigen? Ja, best wel. Want? Nou, ze laten heel veel modder en zo achter. Dus een rotzooi op de straat? Ja. En rijden jullie ook wel eens omver? Nee, maar wel een beetje dichtbij komen ze soms. En als we nou eens beslissen met z'n allen dat die trekkers op die weg gaan rijden, vinden jullie daar dan van? Ik hoorde jou moi zeggen. Ja, want zoals ze dat dan is het wel in de weg voor alle auto's en zo, want de tractor gaat best wel slow. Dus dan... Ja, zit in de weg voor de auto's. Als fietser heb ik er heel veel last van. En dat zijn die ellendige tractoren. En die hebben dan zijdingen. Ja. Waardoor ik en dan, hier valt het mee. Want dit is een ventweg. Maar je hebt daar dus gewoon 2-baanswegen. En dan rijden ze dus, dan nemen ze die hele weg in beslag. En ik moet daar met mijn fiets helemaal naar opzij. En dat vind ik heel vervelend. Nou, een hele dag in Kotenwijk bij Duurstede. We hebben er veel over gehad. Maar we zijn toen niks opgeschoten. Want de ene vindt het gevaarlijk, de andere vindt dat de rommel op de weg komt door trekkers. De andere die wil niet in de file staan op de provinciale weg. Dus het probleem is nog lang niet opgelost. Maar het was wel leuk, want ik mocht een stukje trekker rijden. En ik mocht heel veel meerijden trekker ook met Niek. En nou, dat is eigenlijk het allerbelangrijkste voor mij dan. En anders aan alle mensen goed uitkijken, dat wil ik ook nog zeggen op het verkeer. Mag je nu weer trekker rijden? Want Niek zat te wachten, hij had beloofd dat hij nog een rondje mocht. Tot volgende week!